Voorzitter, ik heb op 17 juli overgenomen. In de afgelopen 5 jaren zijn we als land geconfronteerd geworden met een crisis, economische crisis. De inkomsten zijn verminderd en we moesten echt letten op elke cent die we zouden uitgeven, moeten uitgeven. Ik heb op 17 juli aangetroffen wat de begroting betreft en personeelsbestand betreft, dat we in de afgelopen 2 jaren 500 mensen, personeelsleden in dienst hebben genomen. Hierdoor hebben we de begroting van het ministerie van Defensie, wat personeelskosten betreft, van 260 miljoen overschreden en gebracht op bijkans 400 miljoen. Daarnaast bleek dus dat men bezig was met een lichting, nieuwe lichting van ongeveer 200 mensen te werven, militairen. En die moesten al, waren in het proces van medische keuring. Nou, dat hebben we stopgezet omdat de begroting dat niet aankon. We hebben aangetroffen overeenkomst van enkele diensten. Het zijn eenjarige overeenkomsten met personen, 17 personen. Deze personen zijn buiten defensie, waarvan de noodzaak nog niet duidelijk is. Deze mensen zitten thuis. Niet door mij thuisgezet, maar ik heb ze zo aangetroffen. En ik zal de komende tijd kijken wat de noodzaak was om die overeenkomsten te sluiten. Ik kan u meedelen dat 2 van deze mensen betreft 2 Cubaanse artsen die ingezet zouden worden in het militair ziekenhuis. Ze zijn al gefaciliteerd met een onderdak van 5000 SED per maand en een salaris van 9000 SED per maand. Verder ben ik geconfronteerd geworden met dispensaties aan 41 personen. Is dispensatie verleend, het zijn burgers en militairen. En van sommigen is die dispensatie verleend tot 2021. Ik ben geconfronteerd en sommige van de dispensaties zijn rond de periode van de overgang van de regering gevraagd, andere eerder. Een aantal zijn al goedgekeurd, een aantal zijn pending en dat is aangehouden. Verder ben ik geconfronteerd geworden, voorzitter, met bevorderingen, zelfs na mijn aantreden. In juli heb ik gemerkt dat zelfs 2 dagen later nog distinctieven zijn opgespeld op de schouders van militairen. Ik heb bij mijn onderzoek niet kunnen vaststellen dat die bevorderingen als basis hebben een beschikking, een resolutie. En dit maakt dat de kosten, begrotingskosten, nog meer toenemen en de regering in nog een grotere financiële situatie geplaatst wordt. Verder zijn er kort voor de regeringswisseling bijna 30 personen via Binnenlandse Zaken geaccommodeerd bij Defensie. Het is niet duidelijk hoe die mensen in dienst zijn getreden, wat de rol is, en het zijn voornamelijk personeel dat belast is met schoonmaak of chauffeurswerkzaamheden. Verder, voorzitter, hebben we aangetroffen openstaande rekeningen van bijkans 60 miljoen, 57 miljoen SED, die niet betaald zijn vanaf 2015. Sommige zijn er reçus, andere niet duidelijk. Dus daar zijn we nog bezig na te trekken en te onderzoeken. Een ander punt, voorzitter, is dat we in dit college, in mijn vorige rol, aantal keren hebben vragen gesteld over een helikopter, een witte helikopter die overvloog. En we hebben gevraagd naar de herkomst, de middelen, de doelmatigheid, de efficiëntie. Dat hebben we niet gehad, die antwoorden hebben we niet gehad. Maar ik kan u wel nu antwoorden dat ik bij mijn inventarisatie heb aangetroffen dat er een raadsvoorstel is geweest om een leaseovereenkomst te sluiten met een Russisch maatschappij. En dat het bedrag is in totaal 1.870.000 US dollar. 1,1 miljoen US dollar zijn de vrachtkosten om de heli naar Suriname te brengen.
Voor de rest zijn $240,000 betaald maandelijks. En de heli was geleased voor 3,5 maanden, heb ik kunnen achterhalen. Bij navraag bij het ministerie van Financiën blijkt dat een deel van het geld betaald is uit de kasreservemiddelen. Een deel is niet betaald. Ik heb 2 missives aangetroffen en 2 resoluties, waarbij in totaal 4,6 miljoen besteed is of goedgekeurd is voor voeding, verblijf, daggelden, etc. Ook telefoonkosten, etc. Maar ook brandstof voor de heli's. Ik heb van de bevelhebber een zeer uitgewerkte staat van de vlieguren en de goederen die vervoerd zijn. Het is nog niet duidelijk of die goederen wie de opdrachtgever was van de vervoersopdrachten en of het particulieren waren of het overheid is. Ik heb nu kunnen vaststellen, want er zijn geen onderliggende stukken gevonden, voorzitter. Voor de rest heb ik enorme hoeveelheid kantoormateriaal aangetroffen of niet aangetroffen. Dat is eigenlijk in juli ben ik geconfronteerd geweest met dat interne controle sleutels heeft gehad van de voormalige minister van Defensie. En er lagen heel veel kantoormateriaal, dat was voordat ik minister werd, in een magazijn aan de commissaris Wijtenweg. En het betrof flatscreens, 20 flatscreens, tv's, 62 computers, 50 printers, 30 laptops. En interne controle heeft opdracht gehad om een lijst te maken en de goederen te verdelen naar ministers. Dus de ministers van dit team hebben een deel gehad, of hun mensen hebben het gehad. Het is niet duidelijk wie gekocht heeft, waaruit betaald was, wie de beheerder is, etc. Maar enorm veel kantoormateriaal die is aangetroffen, voorzitter. Nog een ander aspect, voorzitter, is dat in de afgelopen periode ook ik aangetroffen heb een nieuwe regeling voor bevelhebbers en ex-bevelhebbers. Dat is een missieve van 10 juni, waarbij dus voor bevelhebbers en ex-bevelhebbers extra voorzieningen zijn getroffen van 50% salarisverhoging. Schoonmaaksters, tuinlieden, telefoon, mobiel, etc. En ik ga u verzekeren dat inmiddels die missieve, of de Raad van Ministers heeft goedgekeurd dat die missieve wordt ingetrokken en dat dat verder in werking treedt. En als laatste, voorzitter, moet ik zeggen dat we ook hebben aangetroffen derde geldstromen buiten alle contabele regels om, dat er overeenkomsten zijn gesloten, dat gelden gestort worden. Een deel is transparant en ben ik bezig nog te onderzoeken. Een deel is nog niet duidelijk en transparant, maar ik kan de samenleving verzekeren dat elke cent en elk cent van het volk wordt onderzocht en dat het transparant is en dat uw college geïnformeerd wordt. Logistiek, dienstvoertuigen, ik heb inventaris aangetroffen, daar ben ik bezig nog uit te werken en te onderzoeken. Maar ik kan u zeggen dat ik mensen heb aangetroffen die nog met Toyota of Prado's rijden en dat ze niet bevoegd zijn, maar dat ze mondeling de opdracht hebben gehad, het is van jou en je mag het houden, en die mensen weigeren dat te geven terwijl de procedures niet in acht zijn genomen. Sommige van die voertuigen zijn al met een brief van gezaghebber overgeschreven, niet conform de procedures. En ik kan u zeggen dat 1 ex-minister zelfs 4 voertuigen had. We hebben 3 al teruggehaald. 1 is nog bij hem, maar die schijnt gekocht te zijn. Ik wil hiermee volstaan, voorzitter. Ik wil u, college, maar ook de totale samenleving garanderen dat het defensieapparaat klaarstaat om haar te dienen. En we zullen de komende periode zoveel mogelijk het accent leggen op efficiëntie, transparantie en effectiviteit. Dank u wel. Wij danken u, minister van Defensie, en kijken weer uit naar de